de peiling van Maurice de Hond, die kwam natuurlijk zaterdag. Ja. En die... Al die dierengeluiden van jou altijd. die kwam eruit. Ja. Het is heel flauw. Het is heel flauw. Ja, maar zijn ze heel serieus verhaal? Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Als jij dat leuk vindt, mag je dat rustig. Ja. De meisje doet haar best helemaal. Dus ja. We gaan nog. De peiling van Maurice. Ja. Die kwam zaterdag uit. En daaruit bleek dat VVD en PVV op gelijke hoogte waren. En daar schrokken partijen heel erg van. Je zag gelijk ook een beetje crisis van, oké, wat gaan we nu dan doen? Omzicht inderdaad. Oké, wat moeten we dan doen? Moeten we dan ofwel de PVV harder toch uitsluiten, of moeten we dan iets over ons premierskandidaat zeggen? Moet die dan toch misschien een tipje van de sluier lichten? Bij PvdA GroenLinks, GroenLinks PvdA, daar hadden ze juist iets van, oké, nu hebben we echt dat beeld van een rechtskabinet. Daar kunnen we nu vol als linkse partij op ingaan. En die kunnen juist van allerlei andere linkse progressieve partijen nu de strategische stem gaan pikken. Ja. Waar D66 dan weer van schrok en zei, nee, niet op GroenLinks PvdA stemmen. Want dat is een verloren stem. Je moet ons in dat kabinet stemmen, want dat is veel realistischer. Maar dus iedereen die buitelde over de hond zit er meestal naast, hè? Haast ieder jaar zit de hond ernaast, hè? Ja. Met zijn peilingen. Nou, het is sowieso die peilingen nu. Dat debat leidt nu ook weer op. Hoe ver van tevoren moet je nog peilingen naar buiten brengen? Want de kans dat bijvoorbeeld mensen dan hun stem daarop laten bepalen, of dat mensen... Ja, maar daar moet je lak aan hebben. Er zijn landen die dat niet meer doen, hè? Frankrijk heeft het een tijdje verboden, maar is volgens mij nu wel weer. Want dan gingen ze in het buitenland die peilingen toch... Deze van vandaag, hè? You know, dit. Deze peiling. Ja, deze peiling is van vandaag inderdaad. En daar zie je dus nu dat VVD en GroenLinks PvdA op dezelfde hoogte zijn. PVV dus naar 26. En NSC die daalt dus naar 21 zetels. BBB gaat ook naar 6 zetels. Volt gaat naar 3. Dus je ziet een beetje waar die kiezers onder andere van de PVV vandaan komen. Ja? Die CDA-man, hè? Henry Bontebal. Ja, die maakte aan het begin echt een, vond ik, niet zo'n hele geweldige indruk. Nee. Inderdaad, de ene open deur naar de andere open deur. Maar hij zat gisteren bij Renze. Hij is echt los. Maar de laatste week is hij los. Hij is echt los. Ja. Hij komt heel zeker over en hij is... Ik vind hem echt goed. Ja. Het is jammer, weet je wel. We gaan er nu niet op stemmen, maar dat wordt een goeie.